denk dat we wel proberen hebben druk te zetten vooruit. Ik denk zeker dat we eerst helft, merendeel van de tijd op hun helft speelden. Keeper, we hebben denk ik geen grote kans gehad voor de rust van mezelf. Keeper pakt die goed, denk ik. Ik denk dat we na de rust ook nog hebben gedrukt. Ik denk dat we 2-3 grote kansen hebben gehad. Ja, en die maak je niet. En Kortrijk heeft niks gecreëerd. Geen, ja, 1 schot op goal, denk ik, maar voor de rest niks. Dus je had hier altijd moeten winnen. Zo sta ik erin. Hier staan we nu uiteindelijk met 3-15 in onze uitwedstrijden. En daar moeten we denk ik wel iets aan veranderen. Ja, we hebben dan over 2 weken hebben we dan nog lokeren uit. Maar na het nieuwjaar moeten we denk ik wel op verplaatsing punten gaan pakken. De goal afgekeurd. Ik heb het in de verte gezien op tv tijdens de wedstrijd daar bij de VAR. Maar ik zou het nog eens moeten terugbekijken. Sommige mensen zeggen dat er niet veel aan is, anderen zeggen dat het terecht is. Dus dat moeten we bekijken. Maar we vergeten te scoren. Dat is jammer. En, we hadden altijd de 3 punten moeten pakken hier. Hoe groot is dat probleem, het feit dat jij en Stefan er niet bij zijn volgende week? Nou, weet ik niet. Dat moet volgende week weer blijken. Hè. Ik denk dat de jongens het ook zonder ons kunnen. Dus ja, ik ga ervoor zitten volgende week. En hoop dat het publiek ons naar voren duwt. En dat we 3 punten in Jan Breydel houden. Oké, we spelen thuis. Ondanks de resultaten in de competitie wat minder gaat. Maar meestal in de topwedstrijden heel apart. Staat me wel weer op.